nieuwe Icon-series. De papegaai. Een zesdelige serie voor de jeugd. Wat betekent het als je een politiek vluchteling bent? Stel je voor dat in Nederland een militaire junta de macht overneemt. Een kerngroep hoge officieren wil dat de Nederlandse regering aftreedt. In het geheim worden plannen gesmeed voor het plegen van een staatsgreep. Op zekere ochtend is de staatsgreep een feit. Nederland is een militaire dictatuur geworden en dat heeft grote gevolgen voor vele Nederlanders. Zoals voor Karin en Teun van Dam, hun ouders Johan en Vera en hun huisgenoot, de sprekende en denkende papegaai Lucas. Waar is je vader? Waar is jouw vader? Weg met de militairen! Wat zei jij? Dat zei ik niet. Weg met de militairen! Waar is je vader? Waar is je vader? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Vanaf 2 oktober, Icon, Nederland 3. Vanaf 7 januari, een zesdelige serie onder de titel Don Donkersloot en Sander Pantje. Don Donkersloot is vastbesloten de wereld te gaan veranderen. Hij weet hoe dat moet, want hij speelt het op het toneel. Donkersloot is een echte idealist die, als een grote voorbeeld Don Quixote, op de misstanden afgaat. Sander Pantje is een jonge vriend en medewerker.